Hi en super leuk dat je er bent bij deze nieuwe video. Zoals je wellicht aan de titel hebt gezien, gaan Isabel en ik iets heel spannends doen. Ja. Wij gaan namelijk ons DNA testen. En voor de mensen die het niet weten, we zijn nichtjes. Dus dat maakt het wel een soort extra leuk. Want ja. We hebben natuurlijk allebei eenzelfde familie, maar ook een andere. De andere kant van de familie, ja. Dus ik ben heel benieuwd of dan daar iets uit gaat komen. Ik ben ook zo benieuwd. Want heel veel mensen die vragen wel vaak van ons dan... Zijn jullie van het buitenland? Dus jullie zijn wel donkere ogen, donkere wenkbrauwen. Ja, vaak denken mensen wel dat wij een andere achtergrond hebben als Nederlands. Ja, jij bent wel eens Marokkaans zo genoemd. Klopt. Of Spaans ook wel eens. Dus... Ja. Deze video is in samenwerking met MyHeritage. Superleuk. Ik heb twee DNA-kits van hun opgestuurd gekregen om te testen. We hebben ook nog iets leuks toegevoegd. We willen namelijk als ons DNA weten, sowieso de reactie van oma filmen. Want we hebben natuurlijk dezelfde... Ja. Oma, dus dat is wel grappig. En we willen sowieso van onze etniciteit, dus hetgene punt waar we vandaan komen, eten gaan koken en proberen. Ja. Dat is echt iets voor ons eten. Ja. Mukbang, ze gaan zo meteen ook een mukbang op filmen. Dus, maar die staat al online, denk ik. McDonald's mukbang, dus check it out als je wil zien. Ben je nou nu al zo geïnteresseerd, kan je meteen de link in de beschrijving checken. En met mijn kortingscode SARAV krijg je gratis verzending. Dus dat is super chill meegenomen. Wij gaan nu even naar de DNA kits en testen. Het was een paar dagen verder. Ik kwam er tussen. Dus we gaan nu de DNA testen doen. We hebben hier de DNA kits. Ja, en we gaan testen. Dus we gaan er natuurlijk nog niet achter komen meteen wat het is. Wat het wordt. Ik ben echt heel erg benieuwd. Ik ook. Super leuk doosje. Volgens mij is dit dus ook de nieuwe verpakking. Als je het goed hebt. Die is smaller en daardoor past hij door de brievenbus. Zeg maar, al heb je er één. Dan... Dit is een zakje waar de dingen in kunnen. Hier moet je mee testen dus. Dit ziet er en dit is die envelop dus. Hier ga je het fijn opsturen. Oh ja. Super schattig eigenlijk. Het duurt wel een tijdje voordat het onderzocht moet worden. Maar dat komt omdat het helemaal naar Amerika moet. Dat is echt bizar dat het helemaal daarheen gaat. Het gaat naar Amerika in een lab wordt het daar onderzocht. Dus... We hebben wel een beetje geld nodig, maar dat is ook wel leuk. Het is wel leuk. Ja. Ik zou hier wel op willen wachten. Ja, daarom. Wat moeten we doen? Belangrijk is dat je eerst jezelf aanmeldt online. Dat heb ik al allemaal gedaan, dus dat is helemaal top. Ja, dan, je moet gewoon in je wand. Het is eigenlijk gewoon letterlijk een coronatest, want je doet dat dingetje in je wang, je stopt het hierin. Ja. En dan is die weer toch? Ja. That's it. Dus alleen in je wang, dus alleen in plaats van in je neus. Beter. Zo, maar en hoe lang moet je dit doen? 30 tot 60 seconden. Oké, ik laat een timer zetten. Oké, en dan eerst één kant en dan de andere kant. Oké, nou we hebben nu 60 seconden gedaan. Deze moeten we dus nu hierin doen. Kan je hem zo afbreken. En dan doen we nu de andere wang. Zo is echt perfectionistisch. Oké, deze nu een andere kant. Ready, set, go. Ja, en dan moet je het dus hierin doen. Ik voel me echt helemaal alsof ik het lab werk. Ja, echt een professor. Nou, dan dus hierin. En dan kan je het lab. En het adres staat er al helemaal op. Dus dat is helemaal top. Daar gaan ze. Nou, spannend. Toppie. Het is inmiddels een paar weken verder. En ik heb van de week de mailtjes binnengekregen met de uitslag. En ik heb niet gekeken. Dat was zo moeilijk. Ja, ik zou ook echt willen kijken. Oh, het is echt vreselijk. Maar ja, ik wilde natuurlijk wel gewoon mijn echte reactie. Gaan we met jou beginnen? Oh my god, ik ben zo benieuwd. Oké, we gaan... Bekijk DNA. Ik ben zo benieuwd. Isabelle Den. Zo. Huh? Na 95 Noord- en West-Europees. Oh, dus ik ben... Oh, 4% Scandinavisch. Huh? En dan... Oh, dus ik ben helemaal niet zo bijzonder. Ja, zie je. Ja, gewoon echt... Holy shit. Gewoon echt Nederland, Frankrijk. Ja. Gewoon echt pure Hollanders zijn wij dus. Ja. Nee, dat kan ik echt niet geloven. Ja, misschien ik weet het nog niet.
en Noorwegen-Zweden. Ja, dat is echt 4%. Dat komt sowieso van oma. Ja, dat denk ik ook. Oma, dit is echt heel Scandinavisch. Ja. Dus wij zijn maar echte, waar... wij zijn echte Europees. Maar hoe kan jij zulke dikke wenkbrauwen hebben? Ja, hoe kan ik zo... Hoe kunnen wij zo bruin worden in de zomer? We zijn... Misschien zijn we veel Frans. Die hebben dat ook wel hoor. Helemaal niks van Engeland. Nee. Heel klein beetje Italië, Oostenrijk. Ja, ik zou er ook... Ik dacht wel echt dat ik nog wel iets meer had dan alleen Europees. Ja, dat had ik ook echt gedacht. Gewoon echt niet eens een ander procent iets, hè? Niet eens iets Engels. Noord en West, Noord-Oost. Oké, nou dan gaan we nu maar naar mij kijken. Ik ben ontzettend benieuwd. Ik ben ook heel benieuwd. Oké. Dan gaan we naar mij. Ik ben heel benieuwd of jij meer hebt. Ja. Uit die andere kant van je familie. Ja, ik weet dat Pieters is wel echt heel Nederlands. Maar Den Haan ook. Ja. Maar meer opa. Maar ik snap niet dat er niet iets meer bij zit. Ik ook niet. Omdat wij gewoon echt wel donker zijn. Ja. Maar dan is het dus echt... Dan kan dat dus ook gewoon. Ja. Of een beetje Frans inderdaad. Ja. Dat het Frankrijk was ook helemaal. Dus ja. Het kan ook Frans zijn. Ik heb nog een andere kant van mijn familie en die zijn ook best wel donker. Dus... Maar ja, je weet het niet. Het zegt dus eigenlijk helemaal niks. Nee. Zo, 50% Scandinavisch. Hè? Huh? Jij. Nee. En dan heb ik ook West-Europa. Hè? Huh? Ik ben nog meer Scandinavisch als Europees. Maar Scandinavisch is echt blonde chicks. Toch? Ja. Die zijn juist heel licht. Ah, misschien is dat dus van oma, de verwoerd. Maar die vind ik helemaal niet zo Scandinavisch. Nou. Ja, maar wat is dus dan Scandinavië? Ja, zie je ook precies dit. Ja. Alleen jij gewoon meer Europees als ik. Ja. Is Scandinavisch dan zo'n neus of zo? Weet je. Huh? Nee, dit had ik echt niet verwacht. Holy shit. We zijn echt gewoon echt Europeanen. Ja. Bizar vind ik dit. Ik had ook nog een beetje misschien iets Indonesisch bij mij verwacht. Ja, je hebt ook wel een beetje, ja. In het begin van de video zeiden we dat onze oma reactie ging geven. Alleen onze oma die is niet echt beschikbaar nu voor filmen. Dus hebben we aan iets van onze boer gevraagd of hij een reactie wil geven. Oké, maar dit gaat hij nooit raden. Nee. Dit gaat hij echt nooit van zijn leven raden. Hoeveel delen wij DNA? Oh, daar ben ik ook wel benieuwd naar. 11%. Oké, maar wat dan moeten we... Gaan we ook iets eten? Ja Frans dan. Gezal. Ja, dan gaan we iets Frans eten, want we komen... Ja Frankrijk is wel het hele stuk. Ja, inderdaad. En Nederland. Maar voor jou... En Scandinavisch gaan we ook doen. Frankrijk is Scandinavisch. Ja, voor jou Frankrijk, voor mij... Ja, bizar, waar zijn mijn fucking Nederlands genen dan? Ik ben helemaal... Waar zijn mijn blauwe ogen dan? Ik ben helemaal... Ik ben echt niet... Ja, jawel. Ik ben wel echt een boer. Ja. Maar qua uiterlijk vind ik wel meevallen. Ik ben heel benieuwd naar Thijs' reactie. Ja, ik ook. Ik ben heel benieuwd wat hij gaat zeggen. Die gaat echt denken van... Nou, ik weet niet wat jij wil. Nou, we zijn met een mooie neefje, Thijs. Dat is de broer van Isabel. Ja. En nou, jij weet het dus nog niet. Nee. Dus ik ben eigenlijk heel benieuwd. We gaan beginnen met Isabel. Want ja, wat denk jij waar wij vandaan komen? Nee. Ja, want jij bent hetzelfde DNA dan toch? Ja, broer en zus. Toch precies hetzelfde. Wat denk jij waar wij van wat wij hebben? Ja, ik denk altijd Spaans en Duits. Duits? Ja. En hoezo Duits? Ja, ik weet niet, je kent de familie wel een beetje. Ja, qua hoe we zijn. Ja, dus ik denk toch dat er een klein stukje misschien Duits in zit. En okay, Spaans zit er ook wel in met het haar en worden snel bruin. Maar buiten Europa verder niet? Ja, zoals schiet je mij lijkt, ik denk het wel. Ja. Oké. Gaan we het even laten zien? We zijn gewoon echt... Echte Europeanen. Echt Europeanen. Waar is de rest alweer? En we zijn ook Scandinavisch. Hey. Dat was het. Maar jij bent echt gewoon 96%, dus dat is echt gewoon... Dat is knijt te veel. Wij zijn gewoon hier. Maar kijk, echt Frans-Nederlands. Frans-Nederlands. Ja. Ook echt niet verwacht. Nee, ik ook niet. Ik dacht dat er echt wel meer Spaans bij zat. Oké, nu gaan we naar mij. Zo. Hey. Afrika. Nee, jij hebt misschien wel iets Amerikaans, denk ik. Ja? Ja. Maar Zuid-Amerika dan? Of echt iets Amerikaans? Een beetje, ja. De vervoertjes, dat is lastig. Ja. Ja, of toch iets Scandinavisch, want jullie hebben het ook wel met die bossen en die kleuren zo. Ja, dat heeft toch niks met je DNA te maken. Ja, weet ik. Ja, jullie vinden het allemaal mooi. Nou ja, ik denk toch ook wel dat je wat aan de andere kant van de wereld hebt. Ja. Zij is gewoon 50% Scandinavisch.
Ik zei het toch met die bossen? Ja, dat is echt zo. Hij heeft gewoon nog gelijk ook, hè, die gaf. Wat Niels dat ook zo graag wil. Ja, ja. Ja, die zit er ook alleen maar. Ja, dat is heel bizar. Dus je bent... ik ben gewoon meer Scandinavisch dan Europees. Ja. Maar ook precies dit. Ja. Dat was ons. Ja. Nou, jongens, daar zijn we weer. 2 dagen later. En nu hebben we eten voorbereid van onze herkomst. Ligt aan mij, ik zat hier echt meegeschreven. Nou, ik had wel een paar dingen opgezocht. Oh. Wat echt Scandinavisch was. En toen kwam ik erachter dat het niks voor jou is. Lukt niks voor mij. Oh. Nee, dat is niet waar. Maar wat heel vaak naar voren kwam was vis. Nou, dan moet je jou, bij mijn haring, zalm. Oh nee. Echt zalm. Oh, dat is echt een Scandinaaf voor mij. Nou, ik hou niet van haring. Nee, oké. Okay. Maar zalm, mij bellen. Ja. Roggebrood, dat noemen ze daar smorrebrood. Smorrebrood. Eeuw. Nee, vind ik echt om te kotsen. Dat vind ik ook heel smerig. Gadverdamme. Maar eigenlijk best wel heel Nederlands. Haring, roggebrood, toch dat echt heel Nederlands was. Ja, dat dacht ik ook echt. Roggebrood, dat komt uit Friesland. Dat is toch ook zo? Dat blijkbaar niet dus. Rusty rondjes. Rusty, dat is Zweeds. Dat is lekker. Wel heel lekker. Ja, en nu heb ik koetbullar, heet het in het Zweeds. En het zijn Zweedse balletjes van Ikea. Nou, goed. Hoe Zweeds je weet hebben. Ja. En dan heb ik dus cranberry saus, hoort erbij. Heel apart is dat, volgens mij. En dillensaus. Oké. Ja, ik heb eigenlijk me daar niet op voorbereid. Nee, maar dat is ook niet. Dat is mijn video. Ja, maar ik heb Franse uiensoep. Het grootste deel wat dan anders is dan Nederland was Frankrijk bij mij. Ja. Dus daarom heb ik Franse uiensoep gekozen. Lekker. Met een broodje kaas erin. Ja. En ik heb al avond gegeten. Die smelde dus nog niet. Nee. Dus ik heb van even iets om een klein hapje te nemen. Dus even voor het idee. En Isabel gaat echt vol voor... Ja, echt. Ik ben benieuwd naar die balletjes. Ja, zullen we er eentje proeven? Ja. Maar ik ben echt benieuwd met dit. Ja. Dat lijkt me echt... Ik proef het eigenlijk niet heel erg. Nee. Met dit is wel echt lekker. Ja. Ja. Dit allebei wel lekker. Zo lekker. Mengen. Tuurlijk. Meng. Hoe meer saus je hebt ook zo'n saus bij je kaasnitsel altijd. Ja. Dus het kan wel bij hartig. Ook zo'n bloedig ding. Ja. Ja. Lekker. Mini McBank. Nou, helemaal zin. Ja, nou, ik ga de uitzoeken, maar proef je dit wel zelf gemaakt. Je hebt je wel goed voorbereid. Ach, wel. Dat vind ik echt cute. Oma maakt ook altijd uiensoep. Ja. Lekker. Ja. Oh, kijk die cheese. Oh, dit nou weer. Ja, dat is het. Had je het afgebroken? Ja, ik heb het gewoon. Het is zo zacht nu. Lekker. Maar zo'n broodje is helemaal zompig. Ja, dat vind ik lekker. Ja, heerlijk. Met de kaas. Oh, kijk, ik heb het ook. Oh nee. Ik vind het wel helemaal leuk dat we gewoon weten waar we vandaan komen. Ja, ik vind het ook heel bizar. Maar wat je dus kan zien, dan ging ik verder kijken. Je kan ook je hele DNA zien, hè? Echt? Je ziet helemaal, je zag allemaal van die staafjes met die kleuren en zo, je hele DNA. En dan zag je bij ons stukken die hetzelfde waren. Gewoon precies die stukjes. En dan was daar 11% van. Dus delen wij 11% DNA. Gewoon echt dezelfde soort stukjes. Wat grappig. Zo raar. Dat is echt grappig. Echt bizar, ja. Hier, Polen, Oekraïne, Rusland een beetje. Nou, dat vind ik ook raar. Nou, als jij Oekraïne, Bulgarije... Dan denk ik ook echt aan blonde mensen. Nee. Ja, Bulgarije, Oekraïne dan wel. Ik weet niet of ik het heb gezegd. Maar, ik heb dus ook een kortingscode. En die zal dus hier in beeld staan. Als je denkt bij jezelf van, yo, ik ben zo nieuwsgierig wat ik nu zelf heb. Ja, het is wel echt iets heel leuks. Heel leuk. Om naar uit te kijken ook van, wat zat er. Ja, je zit echt zo'n paar weken in spanning. Ja. Van, wow, komt het binnen en zo. En eigenlijk was het soort alweer vergeten. Ja. En dan opeens krijg je dat binnen. Ja, het is wel leuk. Ja, het is wel heel leuk. Ja.
Ja. Dus zeker een aanrader. Of misschien als cadeautje of zo. Dat is met ook feestdagen. Leuk. Ja. Dat je dat geeft. Ja, dat is wel een leuk cadeau. Vooral voor je vriend of zo. Voor je familie. Ja, voor iemand die echt daarmee bezig is. Ja. Waar zou ik echt vandaan komen? Ja. Dan is het heel leuk. Ja. Ik hoop dat jullie de video leuk vonden en interessant. Ik vond het in ieder geval heel erg leuk dat ik dit heb mogen doen. Ja. Ook leuk met jou. Ik vond het ook leuk. Leuk dat we familie zijn. Dus toch grappig. Ja. Wel echt iets anders uit is gekomen nog. Bij jou vooral. Jij bent gewoon bijna 96% van hier. En ik ben gewoon de helft Scandinavisch. Maar goed, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken. En tot de volgende video. Doei! Doei.